Goeiedag. Goedij. We zitten weer lekker in het bos. We zijn weer bezig met de Shaska. En wat we vandaag in ieder geval gaan doen is de figuur 8 aan de zijkant. Zodat je dus die mooi zo kan pakken. En wanneer je hem achter hebt, dat je dan bovenin die draai gaat maken. Ik maak altijd eerst eventjes mijn spulletjes schoon. Wel zo lekker. Zo. En wat ik dus ook heb verteld, is dat voordat we dit gaan doen, dat je dus wel eventjes een warming up nodig hebt. So explaining, we are doing the Shaska figure 8 sideboards. And then a twist on top. You have those figure 8. And when you're behind, you switch it. So like this. Hop. En dan pak je hem. Ik heb mijn hand er altijd weer tussen, dus als er wat is. En ik heb mijn safety glasses. Dat als er iets is, dan kan ik er altijd nog eventjes ingrijpen. Dat warming up, die doe ik eventjes kort. Zodat ik hem voor mezelf de gewrichten eerst wil weten waar de vrijheid is. Want ga je dit heel koud opstarten en je zou meteen naar al die bewegingen gaan en ook door de Shaska op te tillen, dat is gewicht. En als je gewrichten niet helemaal lekker zijn, kan je heel makkelijk tik, ah, en dan heb je een soort blessure of een zenuw verkneld en al dat soort zaken. Dus zorg ervoor dat je het altijd eerst eventjes met een warming up doet. Ik heb hem nu gewoon zo op deze manier, horizontaal. Horizontal warming up, just a little bit. So the joints and the muscles know their freedom. So I go clockwise and counterclockwise and I make the rotations big. During the exercise we're going to small. Zo. En dus ook weer voor die warming up. Zorg dat je voor jezelf voelt van hey, op het moment dat ik hem optil op een bepaalde hoogte, voel ik dus dat die spanning in die gewrichten komen. Nu is het niet de bedoeling dat je dan door blijft tillen, want dan ga je er doorheen. Maar op het moment dat jij voelt van, hey, hier is hij, ga dan wat lager. Probeer die rotatie te maken. Dat je voor jezelf eerst dat gewricht helemaal vrij hebt. Goedemorgen, hi hi. Goedemorgen. Hi. Dus zodra die helemaal vrij is, dan pas kan je doordraaien. Anders krijg je dus weer een zenuwknel. Of je krijgt een korte blessure en daar sta je ook niet op te wachten. Ja, gewoon goed rekken en stretchen. Ja, klopt. Anders werkt het niet. Ja, kijk. Ook voor de koffie. Dus zodra je dus lekker een beetje aan het draaien bent. En zoals net gezegd, je gaat met de klok mee en je gaat tegen de klok in. En eerst is het grote rotaties maken en tijdens de oefening wordt het steeds kleiner. Dus heerlijk erin en eruit. En dan kan je er een beetje mee spelen. Ook al steeds uitgelegd dat mijn hand, wat de assist is, die is er eigenlijk altijd bij. Zou ik naar die oefening gaan dat ik hem er overheen doe en ik ga voor de hand switch, dan is hij meteen op de plek. Dus ook voor het oefenen ermee is heel fijn. We kunnen dit ook nog in stok oefeningen terugvinden, al die bewegingen. Dus dan wil je ook nog je assist hebben, zodat je dus die stok dubbelhanded kan pakken. Zodat je dus daar ook nog iets in kan organiseren, indien nodig. Dan is het ook belangrijk om even over de horizon heen en terug te gaan. Omdat dus ook buiten de rotaties wil je ook dat je gewrichten in en uit in het kommetje, daar draaien ze zo lekker, dat je die dus ook even goed doet. En vervolgens gaan we dan ook de elleboog gaan we daarin meenemen en dan ook weer de pols. Nou, heel belangrijk is dus dat je dus ook weet, je structuur is recht, dus je staat niet voorover. Je heupen
die zijn erbij om je rotaties in te maken. In de meeste Russische filmpjes zie je ook dat de mensen een hoppeltje maken en een hoppeltje maken. Terwijl ze dus met het zwaard van de ene kant naar de andere kant gaan bewegen. Daar zit namelijk je snelheid in om zo meteen die shaska helemaal te laten draaien. Doe je dit met een stok, dan heb je gewoon een stok van 1,20 meter, 1,30 meter. En die hou je natuurlijk gewoon net als de shaska rondom vastgepakt vast. En daar kan je dus die beweging mee maken. Het enige verschil wat wij hebben met de shaska is dat de duim er bovenop zit, vingertje er bovenop. Dat we hem dus ook op deze manier vast hebben. En dat kan je beter zien aan de onderkant. Daar heb je hem zo vast. En natuurlijk een gedeelte van het handvat. Dus je pakt hem niet helemaal aan de onderkant vast in de haak. Nee, we gaan ietsjes meer naar boven en we hebben het dan. Dus vanuit die warming up, dat ik het dus horizontaal doe, ga ik ook erin en eruit. Hé, schatje, allemaal lekker liggen, meid. Wil je een balletje? Wil je een balletje? Nou, dan ga ik even een balletje pakken voor de hond, want die staat hier anders ook alleen maar niks te doen. Zo, heel even mijn pip. Even een balletje voor het hondje. Kom eens even hier. Zo, kijken. Hartstikke idee. Hop, neem hem maar even. Zo, die kant op pakken. Ik heb papi weer in ieder geval met de shaska aan de slag. Zodra ik dus die zijkant goed heb gedraaid, dan wil ik ook erin. Mijn hand draait, dus mijn elleboog blijft op dezelfde plek. Dus ik draai alleen in. Hier krijg je een hele kleine twist. Dus als ik dan naar buiten ga, draai erin, kom weer terug. En dan is het net als het strekken wat je doet met je arm zonder. Dus in de sport weten wij van, nou, eventjes een beetje op spanning brengen. Even rekken, stretchen, zodat er een beetje rust in die gewrichten komen. Nou, en dat pakken wij dus op via het zwaard. Dat ene is hier. Ik kan even rustig pakken. Eventjes bij het gewricht. Hier draait mijn hand, zodat ik hem zo weer naar de buitenkant doe. Hier draait mijn hand erin, zodat ik hem ook weer voorzijde. Dus dan krijgen we dit. En ik doe het rustig. Het is nog geen tijd om hier snelheid in te doen. Het is nog steeds weten wat doen die gewrichten. Zo, rust eraan. Hoi. Dus ook weer voor de andere kant. Zorg eerst dat je dus die rotatie maakt. Voordat je dus op de horizontale werking gaat. Hup, beetje pakken, beetje draaien. Hier gaat die hand weer draaien, komt weer naar buiten. Hier draait hij er weer in. Rustig aan, het is geen wedstrijd. Het is puur verkennen. Hartstikke idee. Ai. En ik doe het nu eerst recht, zodat het gewricht rustig het gewicht kan pakken. Rustig draaien, pols goed uitlijnen en blijf daarin. Nu ga ik hem met een kleine knik erin doen. Omdat we dus nu ook aan het werken zijn met. Dus nu komt hij erin. Mijn lichaam neemt hem mee. Ik draai hem om. Mijn elleboog wijst naar buiten. Die wijst de weg aan. En mijn hand volgt. Nou, dat ga je op een gegeven moment dus ook met allebei doen. Rustig erin en eruit. Rustig erin en eruit. Nou, dat gaat helemaal lekker zo. Ik voel dat die gewrichten steeds soepeler worden. Steeds makkelijker het gewicht van de shaska meenemen. En dan kan ik er ook mee werken. Nou, zodra je dus heerlijk deze beweging in laat komen, dan ga je ook ineens een beetje met je heupen bewegen. Dus nu neem ik mijn lichaam mee en ik neem mijn lichaam mee. Ik maak er een soort ritmische flow van, want ik ben namelijk als ik met shaska's zou moeten vechten, nooit statisch zoals dit. This ain't a fighting position, so you have to move your body. Dit doen we ook met zwepen, dit doen we met kettingen, dit doen we met stokken. En dit is gewoon rustig warming up.
totdat we lekker de beweging gaan maken van de figuur 8. En dan nog een mooie switch erbij. Dus op de manier dat wij dus zeggen van oké, het is helemaal fijn. We kunnen nu hier naartoe omdat die ellebogen en die gewrichten, die hebben dus de warming-up gehad. Nu doe ik dus dit niet zoals de mensen in Rusland het zwaard hanteren of daarmee het folklore gebeuren voor demonstraties. En ja, eigenlijk ook het zwaard dansen. Ik ben dus alleen nog maar bezig om rustig die polsen, ellebogen, schoudergewrichten, mijn heup gaat mee, om die eerst ontspannen te krijgen. Nou, het is dus belangrijk dat als jij rechts bent, dat je links wat vaker gaat doen. Want zometeen ga je met twee zwaarden aan de slag. En dan zal je zien, die rechter die heeft de flow. En links, dat gaat dan een beetje lullig doen. Dus I explain in Dutch, when you have done your warming up and your elbow joint, shoulder joint and your wrist is relaxed, has some freedom, so you can move the shaska sideways just like the warming up. We do it downwards, eh? Otherwise it was like this, in, out, in, out. And nu doe ik het, now I'm doing it sideways. And it's a figure 8. And when you're in front, you can do one turn, pull it back, and here it goes up, and you do your second turn. And then follow up with your figure 8. And I go once, I pull it back, take it up, and I have it, and I follow through in my figure 8. My body is moving more, and the sword is just slightly near my body. So I don't have chicken wings like this. No, I have it beside my body. No contact, but just near. En nu ook dat ik dus draai en hij komt hier omhoog en ik pak hem om hem door te draaien, om mijn elleboog en mijn pols te draaien om weer naar voren toe te gaan. Daar komt hij automatisch omhoog. Dan laat ik hem zakken terwijl ik hem meteen weer mee naar voren neem. Dus je krijgt gewoon op die manier een draai. Dat is meteen de weg om naar achteren toe te gaan. Hier komt hij omhoog. En daar draai ik hem nog een keer. Dan ga ik meteen door in mijn figuur 8. Mijn heupen en mijn benen die trekken hem mee. Mijn lichaam neemt hem mee. Waarom? Ik denk in street fighting. Dus als ik er nog eentje hier een elleboog moet geven, pok, heb je gewoon een elleboog. Moet ik met mijn hand op zijn gezicht, tok, krijgt hij hem gewoon op zijn gezicht. Dus het werken met een stok of met een shaska is voor ons de trainingsmethode voor het echte striking. Nou, en als je dus dat lekker hebt gedaan, hey, hop, hop, en je bent dan bezig in die figuur 8 en je gaat proberen die flow te maken, dan kan je ook zeggen van, nou, dat was 1, hè, dus eentje erin, omhoog draaien en een andere erin. Voor hetzelfde geld denk je van, ik doe de 2. Dus dan ben je bezig met je figuur 8. En als je naar voren gaat is het 1, 2, naar achteren, 1, 2, trek hem door, figuur 8. Dat je eerst rustig concentreert op je figuur 8. En dat je dan pas overgaat naar het doordraaien van. Dat doordraaien van is ook dat ik laat hem los.
Ik draai mijn hand. Ik pak hem op. Ik laat hem weer los. Ik draai hem weer hier naar achter, zodat ik hem weer kan pakken. En zo maak je dus die bewegingen. Dit is dus gewoon nu tegen de klok in. Dus als ik zo sta, tegen de klok in. Die andere is tegen de klok of met de klok mee. Zorg dus ook dat wanneer je hier bent, dat je niet te veel doorzet, zodat je aan de zijkant komt. Nee, het is juist hier recht haaks. Hier hanteer je hem, je draait, je hanteert hem. Hop. Nou, en dat kan je dus allemaal doorzetten. Zodat je dus op die manier bezig bent met je shaska-bewegingen. Voor jezelf, probeer dit als je dat niet bent gewend en je hebt wel een shaska. Probeer dat eerst even heel rustig, want het is toch gewicht. Met een stok, die is anders, want het gewicht zit hier onderin. En de rest zit in het hele zwaard. Voor onszelf met de stok is het heel licht. En dan heb je daar dus door dat het obstakel niet. Ook weer het staan recht. Zorg dus dat je ontspannen staat recht. Dus ook al ben je hier bezig. Zorg dat je daarin hop, 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 hop. En zo gaat hij lekker, hè? Hey. Hop. Nou, als het dan is gelukt, dan wil je zorgen dat die polsen goed uitgelijnd zijn voor het strijken. Dus ook weer wanneer je hem draait. Goedemorgen. Hoi, hoi. Ja, natuurlijk, altijd. Ja, maar dat maakt niet uit. Er wordt een film. Het leukste filmpje van vandaag. Oké, ja. Zonnetje schijnt. De dames erbij. Nou, dat is helemaal leuk. Dus ook weer voor de pols. Daar zitten zoveel botjes in. Probeer dit eerst rustig. En als je dat rustig hebt gedaan, dan ga je kijken of je niet te veel de pols naar buiten hebt staan. Dus dat je dus ook de haak naar binnen hebt. Maar dat je hem steeds ook weer goed uitlijnt, recht. Zodat het ook recht is. Waardoor je gewrichten en je spieren makkelijk de beweging kunnen inzetten. Dit is weer een filmpje voor vandaag. We gaan morgen weer met de zwepen aan de slag. Ik neem in ieder geval ook nog wat tactical tools mee. Omdat ik dus ook de strikings die wij hebben in het Street Level Systema. Dat ik die ook weer in de tactical tools kan brengen. En in onze trainingsspulletjes. Dus ik zou zeggen, blijf trainen. En dan zien we elkaar bij een volgend filmpje.